Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van de Weerplaza.nl. Vandaag scheen de zon volop en dat heeft hoge temperaturen opgeleverd. Uitzonderlijk hoge temperaturen zelfs voor deze tijd van het jaar. Op 25 februari is het nog nooit zo warm geweest ergens in Nederland. We zien namelijk 18 graden op de kaart staan in de buurt van Hoek van Holland. Daar in de duinen is het zo warm geworden. Maar ook in de rest van het land temperaturen ruim in de dubbele cijfers van 14 graden in het noorden tot 16 of 17 graden in groot veel plekken in het midden en zuiden van het land. Alleen bij de wateroppervlakken en op de Waddenzee, daar is het wat minder warm met een graad of 11 tot 12. Vanavond blijft het grotendeels onbewolkt. Er kan wat sluierbewolking overdrijven, maar dat heeft verder weinig om het lijf. De temperatuur halverwege de avond is alweer gedaald naar een graad of 7. En komende nacht gaat het land inwaarts op verschillende plaatsen weer licht vriezen. Met een minima van 0 tot min 1 graden. In de kustgebieden blijft het kwik iets boven 0. Ja, en dan morgen overdag schijnt opnieuw de zon volop. Er staat nauwelijks wind. Als er al een windje staat, is die zwak. Windkracht 2 uit zuidelijke richtingen. Het wordt 15 graden in het noorden van het land en 17 of 18 graden in het midden en zuiden. En lokaal wordt het misschien nog wel wat warmer, dus 19 graden. En daar houden het nog niet bij op, want ook woensdag is het zonovergoten en zeer zacht voor de tijd van het jaar. Op een enkele plek in het zuiden van het land wordt het misschien zelfs wel 20 graden. En dat zou de eerste warme dag van dit jaar zijn. En ook dat is uitzonderlijk vroeg. Alleen in 1990 werd nog net iets eerder in het jaar de 20 graden gehaald. Op donderdag gaat het weerbeeld wel veranderen. Dan draait de wind naar een westelijke richting en voert minder zachte en vochtige lucht aan. Er komen weer wolken in het weerbeeld en in het zuiden valt misschien in de loop van de dag ook een spatje regen. Ook op vrijdag misschien lokale spatregen. Verder wisselen bewolkt en een middagtemperatuur die op donderdag en vrijdag is gedaald naar 9 à 10 graden. En kijken we naar de lange termijn, dan zien we dat na die twee prachtige dagen die we nog te goed hebben, dat de temperatuur dus duidelijk een stap terug doet. De nachten worden ook minder koud. Dat komt door die bewolking, waardoor het minder kan afkoelen. En als we kijken naar de neerslagkansen, die nemen ook duidelijk toe. Vanaf de tweede helft van het weekend en begin volgende week, dan kan er elke dag wel wat regen vallen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.